Goedenavond, welkom bij Piano's Manen. We hebben net al geprobeerd een kwartier online te komen. Helaas ging er even iets fout, maar we zijn er nu toch. We staan momenteel in het PTA, Pianotechnisch Atelier in Alkmaar. Ik ben Rutger Kleijsen, ik ben pianotechnicus, stemmer en consultant bij Piano's Manen. En ik ga jullie vanavond iets vertellen over piano's, hoe ze werken en andere problemen die misschien kunnen voorkomen. Dit doe ik gelukkig niet alleen, dit doe ik samen met Jaap Wisseling. En hij is de moderator. Hij gaat ook even uitleggen wat we vanavond allemaal gaan bespreken. Ja, dank Rutger. Als moderator is het mijn taak om de vragen die binnenkomen te behandelen en ze door te spelen aan Rutger. En onze webinar heeft natuurlijk ook een kleine opbouw. Het leek me wel handig om dat even te vermelden als huishoudelijke mededelingen. We gaan namelijk eerst even beginnen met een korte uitleg over de technische aspecten van het instrument. Dus de buitenkant, natuurlijk ook de binnenkant. En daarna dan gaan we ons toespitsen op de kern van de zaak, namelijk de veel voorkomende problemen en de veel voorkomende vragen. Want ja, iedereen die een piano of een vleugel in huis heeft staan, die krijgt te zijner tijd wel een keer te maken met deze onderwerpen. Die lijken soms ogenschijnlijk eenvoudig op te lossen. Daar gaan we ons dus vandaag mee bezighouden. Belangrijk om te vermelden is dat we een 10 second delay hebben. Dat is best wel aanzienlijk. Dus dat betekent dat ik niet direct zal reageren op de vragen wellicht. Dat ik misschien eventjes de tijd moet nemen om dit door te spelen aan Rutger. Verder vragen stellen tussendoor kan, mag altijd. Doe dat vooral. En dat betekent dat vanaf nu we ons bezig gaan houden met de technische kant van de zaak waarvoor we hier zijn. Dus ik geef het woord weer terug aan Rutger. Dankjewel, ja. Goed, ik had eigenlijk de piano in elkaar gezet en uit elkaar gehaald. Maar dat is nu al gedaan, dus dat hoef ik niet meer te laten zien. Dit is nou de binnenkant van een akoestische piano. Je ziet allemaal verschillende dingen. Het ziet er ook hartstikke mooi uit. Maar ik ga gewoon even bij het begin beginnen. Je ziet hier boven en bovendien ook onder het gietijzeren frame lopen. Daarboven zitten stempennen, daar zitten snaren aan vast. Die snaren die komen dus met de stempen in een stemblok. Dat ziet er zo uit. In dit geval zijn dit meerdere lagen hout op elkaar gelijmd. En dat zorgt voor een enorme stabiliteit. Dat is namelijk ook ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat de stemming van de piano stabiel blijft. Dus die pen die moet in meerdere lagen zitten. De nerfrichting kan het niet heel goed zien, denk ik, maar bij deze laag loopt vrij recht. De volgende laag loopt weer iets schuin en dat zorgt ervoor dat die stempen echt goed vast komt te zitten in dat hout. Dus dat zit er onder dat gietijzeren frame en de stempennen. Dan komen we aan bij het mechaniek zelf. Misschien is het leuk als Jaap even een klein stukje gaat spelen om een beetje te laten zien hoe het eruit ziet als een piano in zijn werking is. Je zult zo dadelijk dus al die hamerkoppen en pedalen ook in actie zien. Hier een klein stukje muziek. Jeetje. Zo, nou dat was prachtig. Nu gaan we even wat meer hebben over hoe dat eigenlijk komt, dat geluid, als een hamertje gewoon tegen de snaren staat. Ik ga even een doorsnede pakken van het pianomechaniek. Jullie thuis zien het een beetje zo. Hier heb je dus hoe het eruit ziet per toets, wat er dan allemaal gebeurt. Dus als ik de toets indruk, kun je zien dat die
toets wipt over een balk, een balansbalk. Je ziet dat hij vervolgens met een hefboom de onderhamer naar boven duwt. Die onderhamer heeft meerdere functies. Een van de meest duidelijke functies is dat de opstoter de hamer naar voren duwt. Die komt dan vervolgens tegen de snaren. Ook zorgt hij ervoor dat het dempertje van de snaar afkomt. Terwijl je de hamer tegen de snaar aankrijgt. Dat is belangrijk. Als die demper niet afkomt, dan hoor je dus helemaal niks. Ook zorgt die onderhamer er nog voor dat de bovenhamer wordt opgevangen nadat er is gespeeld. Zodat de opstoter weer netjes terug kan vallen onder de hamer. En zo kan het repeteren. Dus snel achter elkaar kan blijven spelen als je dat zou willen. Dus dat is even in de notendop hoe dat dan ongeveer eruit ziet als je daarmee werkt. Zet ik deze weer eventjes terug. Dan gaan we naar de onderkant van de piano. En dan zien we ook weer allemaal verschillende dingen. Oh, ik zit vast. Dan zie je bijvoorbeeld het gietijzeren frame weer, waar ik het net over had. Je ziet de snaren lopen en heel belangrijk, je ziet dat ze kruis lopen. Dat is een bewuste keuze. Dat zorgt er namelijk voor dat de snaren wat langer kunnen zijn. Vooral de bassnaren. Als je het rechtop staan doet, dan zou de piano eigenlijk nog iets langer moeten zijn. En dit is al een vrij hoog model. Dit is een 132 centimeter. Je ziet dat de snaren hier over een houten balk heen lopen. De kam of de brug. Die snaren die duwen heel hard op de brug. En die duwen vervolgens weer op de zangbodem. En de zangbodem is de hart en de ziel van de piano. Het klankbord, letterlijk. Het zorgt ervoor, op het moment dat je een snaar aanslaat, dat die trillingen doorgaan naar de kam en vervolgens naar de zangbodem. Die resonanties, die maken geluid. En dat is dus wat je hoort als je een toets indrukt. En dat is even in het kort de piano zelf. We gaan het ook nog zometeen hebben over een beetje revisie- en onderhoudswerk. Revisie houdt in het vervangen en verzorgen van de piano en vleugelonderdelen. Wat ik al zei, we hebben daar een filmpje van revisie van een Steinway B. Dat is een vleugel van 2,11 meter. Voor wie het niet weet, Steinway & Sons is eigenlijk het merk onder de piano's en de vleugels. In dit filmpje zal je Ruud van Dijk zien, een collega van ons, die zelf de totale revisie uitvoert. Mochten jullie daar vragen over hebben, stel ze gerust tijdens het filmpje of daarna. We nemen daar sowieso nog even een momentje voor. Misschien is het leuk om nu alvast even een vraag. Ik heb wel een kijkersvraag binnen inderdaad. Ja? Iemand vraagt of je dit verhaal ook bij de vleugel kunt laten zien. Maar ik heb wel geschreven dat we nog naar de vleugel toe zullen gaan. Ja, inderdaad. We gaan nog even naar de vleugel toe. Ik ga straks even de klep ook van een vleugel afhalen en dan kunnen we daar een beetje kijken. Ik kan wel even de doorsnede van een vleugelmechaniek erbij pakken. Dat lijkt namelijk heel veel op die van een piano. Maar wat jullie net hebben gezien is eigenlijk dit. Dus een piano is eigenlijk een staande vleugel. Het idee is hetzelfde. Je drukt de toets in. Er wordt weer een onderdeel naar boven geduwd die vervolgens de hamer weer naar boven duwt. Alleen is dit een brug in plaats van onderhamer. En is het bij een vleugel ook mogelijk om wat sneller te repeteren. En dat is even in het kort hoe een vleugelmechaniek eruit ziet en werkt. Maar het idee is in principe hetzelfde. Temper zit boven de snaar in plaats van onder. Dus het slagvak van de hamer zit aan de andere kant, waarbij het piano aan dezelfde kant zit. Maar goed, misschien kunnen we nu beter eerst even het filmpje kijken. En dan gaan we daarna even nog verder in op de vleugel. Thank you.
Collega Ruud, bedankt voor dat prachtige filmpje. Er zullen ongetwijfeld een heleboel vragen nu zijn. Jaap? Ja, er is wel het een en ander binnengekomen. Jeroen Schuurhuis die vraagt bijvoorbeeld, worden alle piano's en vleugels van dezelfde houtsoort gemaakt? Nou, dat lijkt me nou een uitstekende vraag voor vanavond. Dat is inderdaad een hele goede vraag, Jeroen. Nou ja, piano's worden inderdaad merendeel van hout gemaakt. Niet allemaal hetzelfde. Het verschilt echt per merk en het heeft ook te maken met kwaliteit. Hetgeen wat eigenlijk wel altijd of bijna altijd hetzelfde is, is de zangbodem. Dat wordt namelijk gemaakt van vichten of vuren, sparren in ieder geval. En dat hout is vrij bijzonder. Want die bomen die moeten namelijk groeien in een omstandigheid waar het eigenlijk te koud is voor de boom. En wat er daardoor gebeurt, die boom die groeit heel langzaam en die nerfrichtingen die liggen heel dicht op elkaar. En dat geeft eigenlijk het beste geluid. Maar om even concreet terug te komen op je vraag, niet elke piano wordt van hetzelfde hout gemaakt. Het hangt er vanaf wat voor merk het is. En wat voor kwaliteit het mag zijn. Want je kan het heel duur maken als je dat zou willen. Nou, dat is een prachtige uitleg van je, Rutger. Dankjewel. Ik ga even kijken of er misschien nog meer vragen zijn binnengekomen. Maar ik zie in ieder geval geen vragen die betrekking hebben op het filmpje. Dus ik stel voor dat we doorgaan naar het volgende onderdeel. En ja, dat is natuurlijk de kern van onze webinar. Namelijk een uitleg over de veel voorkomende problemen en de veel voorkomende vragen. Nou, we hebben dus een stel vragen en onderwerpen opgesteld, een tiental. En daar gaan we natuurlijk zo goed mogelijk proberen aan toe te komen. Nogmaals, als u denkt van nou, ik wil nog even iets anders weten of ik wil hier verder iets over weten, schrijf ons gerust. Deze presentatie is er dus voor u. Rutger. Ja. Als allereerste onderwerp. Een onderwerp wat zowel in figuurlijke zin als letterlijke zin ongrijpbaar is. Maar waar iedereen wel mee te maken krijgt. En dat is luchtvochtigheid. En zou je kunnen uitleggen wat luchtvochtigheid nou eigenlijk is? En ja, of je deze nou kunt beïnvloeden of niet? Kun je hem stabiel houden misschien? Kun je daar iets over zeggen? Zeker. Luchtvochtigheid is bij piano's en vleugels enorm belangrijk. Wie een piano of een vleugel thuis heeft staan, weet waarschijnlijk ook wel, de stemmer die heeft het daar wel eens over. Die zegt het is te droog of het is te vochtig. Luchtvochtigheid is letterlijk de naam. Vocht wat in de lucht zit. Waarom is dat zo belangrijk? Hout reageert op vochtigheid en op droogte. Is het te droog, dan gaat hout een beetje krimpen. En is het te vochtig, dan gaat het juist uitzetten. En aangezien de piano en de vleugel voor een heel groot deel uit hout bestaat, kan u zich misschien wel voorstellen dat dat best wel wat invloed heeft op uiteindelijk de kwaliteit van het instrument. Nou, wij hebben daar een aantal dingen voor. Kun je even... Ja, dat klopt. Ja, is even aan het... Dit is een hygrometer. Deze doet het helaas niet heel goed, vandaar dat Jaap even er nog tegenaan aan het hijgen was. Je ziet hier op het displaytje de temperatuur en hoe vochtig het is. Het is op het moment 64%. Dat is eigenlijk net even iets te vochtig, maar dat is op zich niet erg. Het is belangrijk dat je de luchtvochtigheid zo regelmatig mogelijk houdt. Het liefst tussen de 50 en de 60. Het verschilt nog wel eens per vakman. Iedereen zegt wel vaak iets anders, maar het komt op hetzelfde neer. Het moet wel echt stabiel zijn. Nou, hoe doe je dat? Er zijn verschillende manieren om dat te doen. De beste manier is eigenlijk om de ruimte gewoon goed in balans te houden in plaats van de piano zelf. Dus je kan bijvoorbeeld een luchtbevochtiger aanschaffen en die aanzetten wanneer het te droog is. Je hebt tegenwoordig ook apparaten die beide kunnen, dus en vocht afgeven en ervoor zorgen dat die ontvochtig als het te vochtig is. En zo kun je dat goed in de gaten houden. En met een hygrometer kun je dat dus goed in de gaten houden. Denk je, nou, ik wil niet zo'n apparaat hebben, het moet gewoon in die piano in orde zijn. Dan is er ook nog een piano lifesaver of dampchaser. Dat is een apparaat die in de piano of de vleugel ingebouwd kan worden.
En die zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid in de piano zelf altijd redelijk stabiel is. Sorry, René. Heb jij de afstandsbediening van de... Oh, ik heb een monitor, zodat ik goed kan meekijken. Het staat op energiebesparende stand. Geen zorgen, ik ben u niet aan het wegklikken. Zo, dan kan ik het weer goed zien. Dus, dat apparaat zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid in de piano goed blijft. We raden dit alleen aan te doen bij piano's en vleugels waar het heel extreem is. Vaak valt het in huis wel goed te regelen als je niet te vaak de verwarming veel te hoog zet, bijvoorbeeld. Het volgende onderwerp. Nou, Rutger, mag ik je heel even onderbreken? Ja. Er komt namelijk toch een kijkersvraag binnen. Leuk. Aan de hand van de video die we net hebben gezien. De heer Maas die stelt namelijk de vraag, wat is nou de truc van dat prikken op die hamerkoppen? Zou je daar iets over kunnen zeggen? Dat prikken in de hamerkoppen, dat noemen we intoneren. Dus op een gegeven moment aan het einde van de revisie, als alles helemaal perfect is, dan ga je de klank van het instrument nog beïnvloeden en veranderen naar smaak. Wat u heeft gezien is een stukje gereedschap, de intoneernaaldhouder. Dat ziet er zo uit. Ik ga het even een beetje dichtbij houden. Ja, het is wel redelijk scherp. Hier hebben we een hamerkop. Je ziet een houten kern, je ziet een mooi kleurtje erin en je ziet dat er vilt omheen zit. Dat vilt wordt met een enorme spanning zo om dat hout heen geperst, gelijmd en vaak zit er dan ook nog een nietje in. Als die kop heel hard is, dan krijg je ook een hele felle, heldere toon. En het kan zijn dat je denkt, ik vind dat niet zo mooi, ik wil juist een wat meer warmere toon hebben. Dat kan. Dan moeten wij dus door middel van spanning veranderen. Dus steken in de hamerkop met dit stukje gereedschap. Kunnen we dus door op de juiste plek te prikken die spanning veranderen. En als wij bijvoorbeeld hier onderaan tot hier gaan prikken, wat we dan doen is, we zorgen voor een soort veerkrachtig laagje. En bovenop zit er dan nog veel spanning, maar hier heb je dan wat meer veerkracht. En dat geeft een wat meer gelaagde toon. Dat betekent dat als je zacht speelt, dat de vleugel of piano dan ook zacht klinkt en niet keihard. En als je hard speelt, dat hij dan ook nog flink wat power erin heeft zitten. Goed, intoneren aan zich is een behoorlijk uitgebreid onderwerp. Ik zal er ook niet te veel nu op doorgaan. Maar misschien is het leuk, als de rest het ook leuk vindt, om hier in een tweede webinar nog eens verder op door te gaan. Maar dat is even in het kort wat intoneren of in ieder geval prikken in de hamerkop inhoudt. Is er nog een vraag, Jaap? Ja, er zijn zeker nog meer vragen binnengekomen. Sommige vragen hebben betrekking op de onderwerpen die wij hebben opgesteld. Dus ik stel voor dat we daar zo dadelijk aan toekomen. Dus ik stel voor dat we nu eerst nog even doorgaan naar een veel voorkomend probleem. Vooral om de vleugeleigenaren. Ja, je kent het wel, je bent aan het spelen en je wil even een aantekening maken in je bladmuziek. Of een leuk tekeningetje. Of een leuk tekeningetje, heel goed gezegd. En ja, die vleugelklep of de pianoklep, die gaat een beetje open en pardoes rolt je potlood in die vleugel. Nou, wat kun je dan eigenlijk doen om hem er weer makkelijk uit te krijgen? Nou, soms zit het potlood niet echt in de weg en dan hoor je wel gekletter, wat evengoed nog verschrikkelijk irritant is. Mocht er niet zoveel aan de hand zijn, maak je vooral geen zorgen, wacht tot de stemmer er is. Kan je absoluut niet wachten, dan ga ik je nu laten zien hoe je de klep er het beste uit kan halen. En ik denk dat het goed is als René eventjes met de camera meedraait. We hebben hier een vleugel opgesteld. En de klep, wat je hier ziet, hier kan dus een potlood zo inrollen wanneer je hier je muziek hebt of je andere notities. Nou, hoe krijg je dat eruit? Het verschilt een beetje per merk, maar de klep kan er eenvoudig uit door hem omhoog te tillen en eruit te halen. Sommige kleppen hebben een beveiliging, zoals bij deze vleugel.
Dan heb je simpelweg een schroevendraaier nodig. Dan ga je hier bij de beveiliging het schroefje er gewoon eventjes uithalen. Zo. Nog ietsjes verder. Ik haal hem er even helemaal uit voor mijn gemak. Niet kwijtraken. Je kantelt de klep ietsjes naar voren. En dan kun je hem gewoon omhoog tillen. Dus ik ben echt omhoog aan het tillen. Hop. En dat is de klep. Hier zie je dat er een pinnetje zit aan de zijkant. Ik ga hem even proberen stil te houden. Dat valt in een scharnier. En die is gewoon aan de bovenkant open. Dus je kan het er gewoon uithalen. Je kan hem op dezelfde manier er ook weer in doen. Let er wel op, sommige merken die hebben een soft close of soft fall systeem. En dat voorkomt dat de klep ineens kan omvallen op de vingers. Dat is ietsjes lastiger terug doen. Maar gewoon goed kijken. Links en rechts, voorzichtig er weer inzetten. En dan zit hij weer. En dat is het. Let er alleen wel op, merken zoals Steinway. Die hebben een ander systeem. Die hebben namelijk een bakstuk en voorlijst die zit vast aan de klavierklep. Ik raad het daarom ook echt af om vooral niet zelf die klep eraf te halen en gewoon te wachten tot de stemmer er weer is. Of anders even vragen, ben je in de buurt, kan je misschien even mijn potlood uit de vleugel halen. Heb je niet een Steinway of een ander merk wat een of ander ingewikkeld systeem heeft, kun je het gewoon eens voorzichtig proberen even de klep eruit te tillen. En dan kun je je geliefde potlood weer terugleggen. Ja? Ja, ik zet ondertussen mijn microfoon even weer aan. Anders dan horen mensen thuis namelijk nogal het tikken van mijn laptop. Ah. Ik krijg ondertussen een vraag binnen over stemmen. Dus het lijkt mij op dit moment een goed idee om even een kleine stap voorwaarts te maken. Want we hebben het namelijk ook al opgesteld. En dat is de vraag, waarom kunnen klanten nou eigenlijk zelf hun piano beter niet stemmen? En wat hier nou de technische uitleg van is, zou je daar wat over kunnen zeggen? Zeker. Piano stemmen is iets wat niet echt tastbaar is. Je hoort het, je voelt het voor een deel, maar het is niet echt visueel. En dat maakt het dus ook wat lastiger. Met het stemmen van een piano ben je niet alleen maar bezig met het draaien van de pennen. Je wil er ook voor zorgen dat de stemming stabiel is. Ik heb het over de stempennen gehad en het stemblok. Dat gaat in heel diep hout. En het is belangrijk dat dat vooral goed wordt gedaan. Wat maakt het nou echt zo moeilijk? Ik heb hier een stemhamer. Die stempennen en de snaren die staan onder behoorlijke spanning. Op het moment dat jij een stemhamer erop zet, kan je al heel snel de toon vervormen. En dat is ook nodig wanneer de piano flink ontstemd is. Maar je hebt heel veel kracht nodig en tegelijkertijd heel veel controle om dat kleine beetje te kunnen verzetten. Vaak is het zo, geef je aan een persoon die nog nooit heeft gestemd een stemhamer en laat je hem zijn gang gaan op bijvoorbeeld de A. Dan kan ik je garanderen dat die A er slechter voor staat dan daarvoor. Het vergt heel veel oefening en ook heel veel geduld om dit te leren. Nou is het wel zo dat je met bijvoorbeeld stemsoftware al een heel eind kan komen, zodat je je gehoor niet hoeft te gebruiken. Maar toch is dat gehoor echt heel belangrijk, want je moet weten wat er gebeurt. Je kan het namelijk niet zien, je moet het echt horen. En dat moet je ook trainen. En dat is niet makkelijk. Dus vandaar, laat het vooral door een goede pianostemmer of technicus doen. Bespaart je ook een hele hoop tijd. Ik ga nog even terugscrollen. Ja? Want op hetzelfde onderwerp heeft Arno Westerburger nog een goede vraag. En dat is namelijk of stempennen eigenlijk een lichte schroefdraad hebben, of dat ze juist glad zijn. Of daar nog verschillen in zijn. Ah, wauw, heel goed opgemerkt. Inderdaad, stempennen hebben een lichte schroefdraad. Ik ga even proberen dat te laten zien. Het zal waarschijnlijk een beetje moeilijk zijn. Ja. Het is inderdaad eigenlijk een soort schroef. Je ziet ook inderdaad dat er een heel klein dun ribbeltje in zit en dat is heel fijn.
De reden waarom dat zo fijn is, dit geeft de mogelijkheid om de stempen een heel klein beetje te verdraaien. Zit namelijk heel erg vast in dat hout en er zit dus heel veel spanning die daar aan trekt. Dus het is best wel moeilijk om een stempen te verdraaien met een heel grof schroefdraad. Dat vergt dus heel veel kracht. En als dat wat fijner is, dan wordt dat dus wat makkelijker gemaakt om te stemmen. Bovendien, als we dat niet zouden doen, dan zou het stemmen nog veel langer duren. En dan zou het een enorme last zijn op de schouders en het gehoor van niet alleen de stemmer, maar ook iedereen in huis. Dus over het algemeen is dit echt overal bij elke bouwer zo. Dat schroefdraad, dat moet heel fijn zijn. Anders kun je niet een goede stemming krijgen. Nou, dat lijkt me een prachtige uitleg. En nog heel even kort daarop inhakend vraagt Arnold Huigen. Waar kun je nou eigenlijk een opleiding volgen voor pianostemmen? Nou, vind ik een hele goede vraag. Jij weet daar natuurlijk alles van, Rutger. Zeker. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Dat kan je doen op het Houten Meubileringscollege in Amsterdam. Daar heb ik mijn opleiding ook gevolgd. Er zullen ongetwijfeld wat pianotechnici meekijken die dit kunnen beamen. Op het Houten Meubileringscollege heb je de opleiding pianotechniek / ondernemer. In 3 jaar tijd leer je niet alleen een piano of vleugel te stemmen, maar ook te reviseren. Leer je ook wat je qua onderhoud kan doen. Leer je ook over intoneren en bovendien ook taxaties en allemaal andere dingen. Is een superleuke opleiding. Maar vergis je niet, dit is niet een makkelijke opleiding. Dit is heel veel doen, heel veel proberen. Soms gaat het goed, soms gaat het wat minder goed. Maar als het dan lukt, je krijgt zo'n enorm voldaan gevoel van een klus die goed is gegaan. Dus voor degene die misschien erover zitten te denken om een carrière switch te maken, of denken van nou, dat lijkt mij wel wat, voel je vrij om mij een berichtje te sturen of ons een berichtje te sturen als je daar wat meer informatie over wil hebben. Ik kan het namelijk wel heel erg aanraden. Uitstekend. Dankjewel, Rutger, voor deze uitleg. We gaan door met een andere veel voorkomend popking. En zeker bij wat oudere instrumenten. En dat is het onderwerp van de haperende toetsen. En ja. Wat dan een mogelijke oorzaak daarvan is. En of je daar misschien een technische verklaring voor zou kunnen geven. Nee, helaas niet. Ja, u hoort het, kijkers. Helaas kunnen we er niks aan doen. Goed, er kunnen een aantal factoren zijn die ervoor zorgen dat een toets vastloopt, hapert of niet lekker repeteert. Dat kan dus te maken hebben met dat de scharnierpunten in het mechaniek allemaal een beetje vastlopen. Als dat gebeurt, dan voelt hij ook heel zwaar aan. En dan merk je ook, die toets die wil eigenlijk niet meer lekker terugkomen. Als dat het geval is, dan is het even een kwestie van je technicus inschakelen en daar even naar laten kijken. Vaak kan dat al makkelijk verholpen worden door gewoon even alles na te lopen en te smeren. Het tweede punt is de afregeling. De afregeling van een piano en een vleugel is ontzettend belangrijk. Als dat niet goed is, dan speelt het instrument ook niet lekker en dan ben je ook minder snel genegen om erachter te gaan zitten en even een lekker stukje te spelen. Dus als die afregeling niet correct is, en met afregeling bedoel ik, je kan de toetsdiepte bijvoorbeeld instellen, wanneer de hamer vlak voor de snaar afvalt, wanneer het dempertje afkomt, wanneer de hamer wordt opgevangen, dat is allemaal de afregeling. Dat is heel fijn werk, het is ook niet makkelijk om dat te doen. Maar als dat eenmaal in orde is, dan gaat je toets zeker niet haperen. Of er moet echt een technisch probleem zijn. Een volgend of andere factor is dat de piano of vleugel te lang geleden eigenlijk onderhoud of een revisie heeft gehad. Helaas worden piano's en vleugels na vele jaren spelen ook gewoon wat ouder en gaat het slijten. Dan is het gewoon belangrijk dat er eens even goed gekeken wordt naar het instrument. En misschien is het het overwegen waard om eens een revisie te laten uitvoeren. Vaak kan een stemmer dit al vrij snel laten weten. Het is voor een echte vakman makkelijk te zien
of er echt iets aan de hand is of dat dit een klein probleem is. All right. Nou, het is ondertussen best een drukte hier in onze chatroom. Oh, mooi. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want zo zien we het heel graag. Even kijken. Een vraag die misschien niet meteen gerelateerd is aan wat we net hebben behandeld, maar op zich wel een goede is, gaat over lessenaars. Marcel Kevenaar die vraagt, waarom zijn de meeste pianolessenaars nou zo kort? Ik wil tijdens het spelen zo min mogelijk bladeren. Dus ik zou graag een lessenaar willen die zo breed is als een toetsenbord. Bestaan deze ook? Ja, zeker. Er zijn een aantal merken die bredere lessenaren maken. Het verschilt echt heel erg per merk. Maar inderdaad, het is niet de eerste keer dat wij dit sowieso horen. Dat de lessenaar eigenlijk niet breed genoeg is. Bij een piano heeft dat er vooral mee te maken dat die scharnieren heel klein zijn en niet zo heel veel gewicht kunnen dragen. En daarom dus wat korter zijn gemaakt. Maar de meeste pianomerken die nu nieuwe instrumenten bouwen, hebben al wel een bredere lessenaar. Maar er zijn gewoon de standaardmerken die dat altijd hebben. Maar ik snap het heel goed. Je zou eventueel zelf natuurlijk ook een bredere lessenaar kunnen maken. Ik raad het niet aan, maar als het je eigen piano is en je vindt het heel erg belangrijk, dan is het misschien leuk om dat te doen. Right. Ik ga even kijken of er nog verder vragen binnen zijn gekomen. Sommige vragen die wijken wat af van de onderwerpen die we nog moeten behandelen. Dus die bewaren we nog eventjes voor het laatste gedeelte. Anders dan komen we misschien helemaal niet aan de onderwerpen toe. Want, wat willen we nog even behandelen? Nou, een andere veelgestelde vraag is bijvoorbeeld, waar kan ik nou zien hoe oud mijn piano is? Kan ik dat zien van buiten? Moet ik dan binnenkijken? Hoe zit dat? Bij het bouwen van een instrument krijgt hij een serienummer. Dat is eigenlijk doorgaans universeel. En dat kun je bij een vleugel in de piano altijd bij het gietijzeren frame vinden of anders aan de zijkant, maar altijd aan de binnenkant. Misschien dat René even kan bijdraaien. Deze kant op. Vaak staat hij hier rechtsbovenaan. Of in het midden een nummer. Dat is vaak ook een wat langer nummer. Staat ook vaak aan de zijkant wel eens een serienummer. Maar dat kan je eigenlijk heel makkelijk zelf uitvogelen hoe oud je piano of vleugel is. Dat serienummer dat moet je namelijk invoeren op pianoagecalculator.com. En daar kan je je merk van je instrument invoeren, het serienummer, en dan krijg je een geschatte bouwjaar. En dat is geschat omdat vaak piano's in een grote productie worden gemaakt. En dat is niet over een maand, maar vaak over 2 jaar zelfs. Je kan het ook vinden in het boekje Piano Atlas. Er zijn verschillende edities. Maar dit is eigenlijk een encyclopedie van allemaal pianomerken. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dus je ziet ook staan hier bijvoorbeeld het serienummer. En daarnaast zie je dan de leeftijd van de piano. Dus zo kun je daar heel makkelijk achter komen. Jaap gaat zo nog even het linkje delen voor de Piano Age Calculator. Zodat je dat zelf kan uitvogelen. Mocht het nou zo zijn dat je het gewoon echt niet kan vinden, dan kun je het altijd aan ons vragen of aan een dealer. En die kan vast wel achterhalen hoe oud je pianovleugel is. Ja. Uitstekend, dankjewel Rutger. We gaan nog even door op het onderwerp van een piano schoonmaken. Dus hoe je nou het beste een piano kunt poetsen. De kast, maar bijvoorbeeld ook de pedalen. Wat kun je doen als je pedalen bijvoorbeeld dof zijn? Bij deze is dat gelukkig niet het geval. Die zijn wel heel mooi glimmend. Deze toetsenlinie is spiksplinternieuw. Kun je daar het een en ander over vertellen? Ja. Geen zorgen, Jaap. Ik heb een pedaaltje gepakt die wel aardig wat aanslag heeft. Over het algemeen worden de pedalen van messing gemaakt. Ik heb er hier dus eentje van messing. Heel soms zit er ook een laklaagje overheen. Dan is het wel echt moeilijker om dit schoon te maken. Maar wat je daarvoor het beste kan gebruiken is koperpoets of koperglans. Ik heb hier Brasso. Dat kan je volgens mij zelfs bij de Albert Heijn aanschaffen. Daar doe je een klein beetje van
op een oude doek of een oud t-shirt. Ik heb hier een oud stukje laken wat ik al vaker heb gebruikt. En even een paar goede dotten erop. En nou, ietsjes meer nog. En dan ga ik, kun je nu even goed kijken. Ga ik even poetsen. Dan zie je al dat hij hier aan het glimmen is. Ja, dat is mooi. Dus dit zou je zelf thuis ook gewoon kunnen doen. Kijk eens. Ik ga niet verder poetsen, want het is een beetje zonde van de tijd. Ik wil nog wel even een tip geven, mocht je thuis de pedalen willen poetsen. René, zou je misschien op de pedalen een beetje kunnen zoomen? Koperpoets of koperglans kan de lak beschadigen. Dus je kan het beste even de achterkant bij de pedalen aftapen. En zo ervoor zorgen dat er niet heel veel koperglans opkomt. Want ik kan je garanderen dat het gaat gebeuren. Stek het even af. Doe hier anders een kartonnetje tussen. En zorg ervoor dat je gewoon alleen op de pedalen koperglans krijgt en niet op de rest. En gewoon blijven poetsen. Veel plezier. Voor de kast, als het gewoon polyester is, hebben wij een polish daarvoor. Ga ik even laten zien. Een premium polish van Piano's Manen. Het heeft een prachtig roze kleurtje, dus daarvoor alleen wil je het al in huis hebben. Wat je doet is, je gaat eerst even een beetje de stof van de piano afpoetsen met een microvezeldoek. Deze doen het gewoon verreweg het beste. Het heeft een beetje een ruwe kant en een zachte kant. Gebruik even de ruwe kant om de stof vanaf te halen. En als je dat hebt gedaan, spray even een paar keer op de doek. Zo. En ga dan gewoon goed poetsen. Smeert even over het hele oppervlakte uit. Klein beetje is al voldoende. Je hoeft vooral echt niet te veel te doen. En zo kun je de vette vegen van vingers of een haakstier kun je dan heel mooi verwijderen. Bovendien bij polyester lak, als je flink met de doek bezig bent, gaat het ook weer heel mooi glimmen. Je krijgt er weer een hele diepe mooie glans van. Dus zo kun je dat een beetje schoonmaken. Het toetsen kun je gewoon doen met een lichtvochtige doek. Heel klein beetje glassex gebruiken. Als je merkt van, nou, het is toch wel heel hardnekkig. Gewoon een klein beetje meer erop doen. Vooral niet te veel. We hebben het erover gehad. Niet te veel vocht in de piano. Ja, dankjewel, Rutger. Ik stel voor dat we gezien de tijd nog even ingaan op één vraag binnen dit segment. En dan gaan we naar de Q&A-session. Er zijn ondertussen nog best wel wat vragen die kijkers gesteld hebben. Hartstikke leuk. En ik geloof dat ze best wel nieuwsgierig zijn naar een antwoord hierop. Ja, dit is een vraag die misschien simpel lijkt, maar die we toch de kenner even gaan stellen. En dat is namelijk, wat is nou eigenlijk het grote verschil tussen akoestische instrumenten, digitaal, en kun je misschien ook uitleggen wat nou een hybride instrument inhoudt? Dat kan ik. Ik heb hier een doorsnede van een digitale piano. Ja, ik weet het, ik heb heel veel doorsnedes. Jullie hebben net gezien hoe een pianomechaniek werkt. Dit is gewoon een voorbeeldje van een digitale piano. En je kan eigenlijk direct al wel het verschil zien. De toetsen zijn vaak van kunststof. Je ziet onderin zie je hier een gewichtje bewegen die het speelgevoel van een akoestische piano en vleugel nabootst. En ik moet zeggen dat dat al behoorlijk goed is. Maar het is toch niet echt dat gevoel van een piano. Nu zijn er wel digitale piano's met een volledig akoestisch houten mechaniek erin. En die zijn echt behoorlijk goed. Maar die zijn ook wat aan de prijzige kant. En voor datzelfde geld kun je tegenwoordig eigenlijk ook een akoestische piano kopen. Ook heb je natuurlijk te maken met een zangbodem die van hout is. Digitale piano's hebben speakers en nou ja, het is toch niet helemaal hetzelfde.
Hoe kan je dit het beste een keertje ervaren? Door gewoon eens een winkel binnen te lopen, is op een digitale piano te spelen en op een akoestische. En dan merk je echt wel het verschil. Een hybride piano is een piano waar het beste van beide in één instrument komt. Wat ik al zei, er zijn digitale piano's die hebben een volledig akoestisch mechaniek erin zitten. En je hebt ook akoestische piano's waar heel veel digitale componenten in zitten. Je hebt bijvoorbeeld een silent piano. Dat is een systeem waar je volledig stil kan spelen op je akoestische piano. Dan zit er een kastje onder de piano, daar doe je een hoofdtelefoon in. Je haalt een hendeltje over, hoofdtelefoon op. En je kan in alle rust gewoon lekker dat ene liedje van Frozen gaan oefenen. Zonder dat je iedereen gek maakt in huis. Want laten we eerlijk zijn, dat is gewoon een fantastisch nummer. Ja, ook hier weer een glasheldere uitleg. Dankjewel. Ja, ik stel voor dat we nu even doorgaan op de Q&A-session. Want zoals gezegd zie ik dat er best wel het een en ander aan vragen is binnengekomen voor Rutger. En ik stel voor dat we even beginnen met een wat algemene vraag van Jeanette Huisman. En die vraagt, moet de vleugel of de piano naar jullie atelier voor revisie? Of kan dat ook aan huis gebeuren? Een revisie zou ook aan huis kunnen, alleen we raden het echt niet aan. We hebben hier alle spullen in huis liggen om een totale revisie te kunnen doen. En bij u thuis hebben we dat gegarandeerd niet. Bovendien komt er heel veel troep vanaf en heel veel herrie. Dus over het algemeen, als wij een revisie gaan uitvoeren, dan halen we altijd de vleugel of de piano naar ons toe. Is het onderhoud, dan kunnen we het eigenlijk altijd wel bij je thuis doen. Maar goed, de meeste mensen hebben niet een volledige snarenset liggen of een snaarspinmachine of een aantal andere gereedschappen die we wel hier hebben liggen. Dus sorry Jeanette, het moet toch naar het atelier. Ja, dan gaan we gauw verder met een vraag van Bas IJsinga. En dat is misschien wel de meest ingewikkelde vraag. Maar het lijkt me toch wel de moeite waard om je even voor te leggen. Bas schrijft namelijk, mijn vleugel maakt op sommige tonen een ontzettend snerpend geluid en vooral bij meerklanken. Het doet soms pijn aan de oren. Intoneren helpt wel, maar telkens maar voor een paar dagen. Wat kan nog de oorzaak zijn? Waarschijnlijk, en dit is gewoon speculeren, ik zou het eigenlijk zelf moeten ervaren en moeten zien om daar een goed oordeel over te kunnen geven. De kans is heel groot dat het mechaniek in jouw vleugel even heel goed afgeregeld moet worden. Als een hamerstil, en ik ga even een voorbeeldje pakken, te weten dat ik daarvan hou. Dus, hier hebben we een hamer met een hamerstil en dat zit dan bovenop de brug die dan omhoog wordt getikt. Die hamer die moet kaarsrecht op de snaar komen. En als hij een klein beetje scheef staat, dan raakt hij eigenlijk altijd op één punt de snaren. Dat geeft een heel snerpend geluid of soms een scherp, fel geluid wat niet heel aangenaam is. Intoneren, dat zorgt ervoor dat de klank wel verandert. Maar als je continu op hetzelfde kleine puntje blijft staan, dan wordt dat weer harder en dat deukt dan weer in. Dus door de hamers en de hamerstelen recht op de snaar af te regelen en goed te scheitelen, dat is een Duits woord, kan je dat weer beter maken. Maar daar moet gewoon even, denk ik, goed gekeken worden naar jouw vleugelbas. Ik raad ook aan om even contact daarover op te nemen. Dit is wel echt het hele fijne werk, wat wij bovendien ook heel erg leuk vinden om te doen. Maar alleen intoneren is dus niet genoeg. Dus betekent dat er iets meer aan de hand is. Dus misschien dat Jaap jou straks eventjes nog verder kan helpen. Ja, zeker. Dan gaan we verder met een vraag van Annelies Bronkhorst. Die vraagt namelijk, bij mijn piano maakt het pedaal een krakend geluid bij gebruik. Wat kan ik hieraan doen? Helaas komt het wel eens voor je. Ja. Het gaat piepen, het gaat kraken. Ik weet niet of ze relatief snel antwoord kan geven. Wat belangrijk is om te weten voor mij, is de piano oud?
zijn de pedaalstokken van hout of van metaal? Want als het hout is, dan heeft het redelijk snel de neiging om te gaan piepen en kraken. Wat vaak helpt is even gewoon simpelweg het smeren van alle scharnierpunten. Als dat niet werkt, dan moet er waarschijnlijk gewoon een veer, wat vilt of iets anders vervangen worden om te voorkomen dat het kraakt. Wat ook nog wel eens het geval kan zijn, en misschien dat iemand even de camera naar beneden kan mikken. Vooral bij oudere piano's wil het nog wel eens voorkomen. Je ziet dat er vanaf de vloer naar de piano nogal wat ruimte zit. De pedaalbodem wordt natuurlijk ook wat ouder. Er wordt veel op gespeeld. Hij wil een beetje gaan doorduwen. Dus zodra je je pedaal indrukt en ook nog wat extra kracht zet, dan gaat het kraken. Dus heb je een piep aan het begin van je pedaal, dan zit er waarschijnlijk iets bij de scharnierpunten niet helemaal lekker. Zit het meer onderaan, dan betekent het dat je pedaalbodem ook gewoon een beetje op is. Als dat het geval is, dan kun je dat eigenlijk heel makkelijk uittesten door even een houten blok of iets anders ter ondersteuning te doen. Druk dan nog eens de pedalen in en als het dan nog kraakt, bel dan gewoon even. Maar dat kan al een oplossing zijn. Gewoon simpelweg een beetje ondersteuning van die pedaalbodem. Ja, tof. Dat lijkt me ook weer een hele mooie uitleg. Ik kijk eventjes naar de tijd. We gaan natuurlijk wel zo dadelijk naar het einde. Dus ik stel voor dat we nog even twee vragen behandelen. Voor iedereen thuis, voor wie ik de vragen nu helaas niet kan behandelen. Geen enkele reden voor paniek. We zijn natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar, online, via alle mogelijke kanalen. Dus stel gerust de vraag nog een keer en dan komen we daar zeker een keer op terug. Ik heb hier nog een vraag van Arno Westerburger. En hij schrijft, ik ben benieuwd hoe je de klankbodem van een vleugel schoonmaakt onder de snaren. Is daar een speciaal stofzuigeropzetstuk voor of kun je dat doen met lappen? Hoe gaat dat? Bij een piano is dat wat lastiger om te doen. Maar zal de zangbodem ook niet snel onder de stof zitten. Bij een vleugel zie je dat wel, dus ik ga ervan uit dat de vraag komt van iemand die een vleugel heeft. Wij hebben daar een speciale... Het is een soort hard stuk met een heleboel filter overheen. En dat kan je dan eigenlijk onder de snaren doorschuiven. En dan kun je vrij goed mee afstoffen. Je kan het ook met een stofzuiger doen. Ik raad het alleen echt niet aan, want je beschadigt heel snel de onderdelen. We hebben dat op onze website, geloof ik, ook staan. Ik zal even kijken of ik dat nog in de chat straks kan delen met iedereen. Dat is wel een heel handig stukje gereedschap. Ik kom alleen nu even niet op de naam. Dat is een beetje stom, maar een soort sweeper inderdaad, maar dan net anders. Oké. Even kijken. Ja, dan wordt het nu kiezen. En dat is natuurlijk weer best, best moeilijk. Weet je wat? Laten we er nog drie doen. Laten we eens kijken. Ah, oké. We zijn ook een kwartiertje later begonnen, dus dan Dat is ook helemaal waar. Dan gaan we gewoon nog eventjes door. We hebben genoeg kijkers. Ik geloof dat iedereen op de lippen volgt. Stefan de Jong die schrijft, wat kost een uitgebreide revisie ongeveer? Zou je daar iets over kunnen zeggen? Dat is heel lastig om te zeggen. Ik moet er ook heel voorzichtig mee zijn, omdat het per instrument leeftijd, bouw, materialen, het verschilt enorm. Maar een revisie is vaak wel aan de prijzige kant. Dat heeft ermee te maken dat alles wat wij moeten doen is handwerk. Er komt bijna geen productie bij kijken. Als wij een mechaniek hebben, ik ga er gewoon eentje pakken, want jullie kennen mij inmiddels. Kijk, dit is een pianomechaniek die we even uit een piano hebben gehaald. We hebben hier 88 hamers en een heleboel andere onderdelen. Alles moet goed lopen en alles moet met de hand gedaan worden. Hetzelfde geldt voor het besnaren van een instrument. Doe je ook allemaal met de hand. En dat is de reden waarom een revisie vaak wat aan de prijzige kant is. Maar heb jij een instrument waar je bijzonder aan gehecht bent,
of wil jij het doorgeven aan de volgende generatie, dan is het wel de moeite waard om eens een offerte op te vragen en te kijken of je dat waard vindt. Maar houd er dus rekening mee, het is prijzig. Een echt bedrag kan ik helaas niet noemen, omdat er zoveel factoren bij komen. Het is onmogelijk om een hele ruwe schatting te geven zonder ernaast te zitten. Ja, dan ga ik weer eventjes scrollen in de hoeveelheid vragen die we hebben. Even zien. Hebben we nog een hele mooie? Ja, dat gaat over ivoren toetsen. En of je ivoren toetsen nou eigenlijk ook kunt schoonmaken met het product wat je net hebt laten zien. Of dat je dat ook met huishoudelijke middelen zou kunnen doen, zoals bijvoorbeeld glassex of iets dergelijks. Ja. Kun je dat beter niet doen? Wel. Nou, ivoren is wel wat fragieler dan gewoon kunststof. Het beste wat je kan doen is de toetsen polijsten met een polijstschijf. Dat hebben wij uiteraard liggen, maar ik ga ervan uit dat de meeste mensen in een schuur of garage niet de polijstschijf hebben liggen. Je kan ivoor uiteraard ook wel weer redelijk goed schoon krijgen. Het nadeel is alleen, ivoor heeft natuurlijk groeven en het vel gaat daar op een gegeven moment in zitten. En het is best moeilijk om daarbij te komen. Ivoor reageert ook wel op vocht, dus dan moet je ook heel voorzichtig zijn. Eigenlijk hetzelfde verhaal, een heel klein beetje glassex op een doek doen. Even goed in de doek wrijven en dan goed de toetsen blijven poetsen. Ivoor is wel wat meer werk, maar het is wel heel erg mooi als je het hebt. Zeker. En het is zeker de moeite waard om dat goed te onderhouden. Ja, dan komen we bij de allerlaatste kijkersvraag aan voor vanavond. Want ik geloof dat we heel veel informatie hebben behandeld. En dat het ook een keer tijd wordt om er toch een punt achter te gaan zetten. Hoe jammer dat ook is, want het blijft natuurlijk een fantastisch onderwerp. En hopelijk komen we hier in de vervolgsessie nog een keertje uitgebreider op terug. Dus de laatste vraag is van Marcel Kevenaar. En hij vraagt over pappelen en hoe dat ontstaat. En kun je dat verhelpen? Maar kun je misschien eerst even uitleggen voor sommige kijkers wat pappelen is? Want misschien weet niet iedereen dat. Ik heb hier een voorbeeldje voor. Pappelen. Het klinkt heel grappig. Het is verschrikkelijk irritant. Ik kan het even een beetje laten zien. Ik kom eigenlijk handen tekort. Maar pappelen is eigenlijk dat de hamer naar voren gaat en dat de opstoter nog onder de onderhamer blijft zitten. En wat er dan gebeurt is, die hamer die wordt eigenlijk weer naar voren geknald. Dus bij het indrukken gaat die meerdere keren tegen de snaar aan, heel snel. Het is een beetje moeilijk uitleggen, maar het is vervelend. Dus ik snap ook heel goed de vraag. Pappelen heeft heel vaak te maken gewoon met de afregeling. Als de afregeling bij een piano niet lekker is, is de kans op pappelen heel erg groot. Bij een vleugel heb je dat ook veel minder. Wat je kan doen aan pappelen in afregeling, is eigenlijk gewoon alles even goed doorlopen. Als het bij één of twee hamers is, dan kan er heel gericht naar worden gekeken om dat te verhelpen. Maar pappelen is vaak wel een teken dat er eventjes goed gekeken moet worden naar de volledige afregeling. Het is geen ramp, het is gelukkig ook niet heel extreem en valt vaak wel goed te verhelpen. Maar ja, mocht je er veel last van hebben, helaas heb ik niet een huishoudelijke tip hoe je dat kan oplossen 1, 2, 3. Gezien het afregelen vrij complex is om uit te voeren. Het is vaak meerdere dingen die een rol spelen erbij. Dus ik wens je heel veel sterkte met de pappelende hamers. Even kijken. Ja, dan hebben we denk ik alle vragen zo'n beetje beantwoord. We krijgen vooral heel veel positieve reacties binnen. Oh, wat leuk. Ze zijn ons erg dankbaar voor deze uitleg. En natuurlijk vooral jou voor alle technische kennis die je vandaag op de dag hebt gelegd. Ja. Mensen vragen zelfs of we dit binnenkort gaan herhalen. Oh, wat leuk. Dus hopelijk gaan we daar binnenkort een vervolg aan geven. Ja, wat ons betreft wel. Ik vind het ook hartstikke leuk. Wij vinden het hartstikke leuk om dit te doen. Ik wil nog een paar dingetjes toevoegen voordat wij gaan stoppen. Wij hebben een aantal blogs geschreven. Die staat op onze website. Als je naar www.manen.nl gaat, staat er bovenaan een opvallende blauwe knop. Ik wil zeggen, Jaap kan wel een linkje delen, maar...
Doe maar, doe eens gek. We gaan gewoon een linkje delen. We gaan gewoon linkjes delen. We gaan even de link van de blog delen. Daar staat nog wat meer informatie. Er staan een aantal onderwerpen bij die we nu ook besproken hebben. We horen heel graag als er een bepaald onderwerp is waar wij het nog niet over hebben gehad. Dan gaan wij daar uiteraard over schrijven. Ook zouden wij het heel leuk vinden als jullie ons volgen op Facebook en Instagram. Wij posten regelmatig over leuke evenementen, maar ook over revisies, onderhoud en allemaal andere dingen. Denk je, nou, het is toch wel tijd om eens mijn piano en vleugel te laten stemmen. Je kan tegenwoordig bij, ons ook online een stemafspraak boeken. Je kan een login aanmaken. En dan kan je zelf kiezen wanneer de stemmer komt. Dus ja, dat is fantastisch. Je gaat gewoon zitten, je pakt de tablet, je iPhone, je smartphone. En je kiest gewoon een fijn momentje uit wanneer jij wil dat de piano gestemd wordt. Voor als jullie verder nog feedback of andere vragen hebben, nogmaals, vraag ze gerust. We gaan proberen om de komende tijd zoveel mogelijk nog te doen. En als er inderdaad vraag naar is om dit nog een keertje te doen, dan gaan we dat vooral nog een keertje doen, denk ik. Ja, ik krijg zelfs voorstellen dat dat misschien een podcastvorm moet gebeuren. Oh, dat is ook een goed idee. Daar kunnen we wellicht gevolgen aan geven. Vind ik heel leuk. Ik krijg nu zelfs een berichtje binnen van Desiree van Balen. Die schrijft, bedankt, we zitten te kijken met onze zoon van 10 als voorbereiding op zijn spreekbeurt over piano's. Heel leuk ook daarvoor. Oh, nou, daar wil ik nog even aan toevoegen. Als er een spreekbeurt is over piano's, kunnen wij ook nog wel even wat extra schriftelijk materiaal bieden. En ook nog wat extra plaatjes. Want het is natuurlijk heel leuk om daar een spreekbeurt over te houden. Vind ik zelf, want nou ja, dit was eigenlijk een uit de kluit gewassen spreekbeurt over piano's. Dus als u dat wil, dan sturen wij graag dat nog op. Dan moeten we misschien even een e-mailadres noteren. Oh, ik krijg te horen dat de webinar ook weer online terug te volgen is. We hebben alles opgenomen, dus kijk het gerust ook nog eens een keertje terug. Als niemand, denk ik, meer iets heeft toe te voegen, heel erg bedankt voor het kijken. Wij vonden het heel erg leuk. We zijn blij dat er zoveel positieve reacties zijn. En we hopen jullie snel weer een keertje te zien bij een webinar. We wensen jullie nog een hele fijne avond en hartstikke bedankt.